Mijn naam is Desta Deekman en vandaag zijn we voor het Afrika Museum bij de Duivelsberg in Bergendal. In het museum is nu de tentoonstelling Helende Kracht te zien, over verschillende vormen van spirituele heling gecombineerd met moderne kunst. Ook hekserij is een onderdeel van de tentoonstelling. In Nederland kwam hekserij en de vervolging van heksen al in de middeleeuwen voor. Hier bij de Duivelsberg zie je twee zogenaamde heksenkolken. Men dacht vroeger dat heksen een pact met de duivel hadden gesloten. Daarom werden zij vervolgd en verdronken in deze twee kolken of op de brandstapel bovenop de berg ter dood gebracht. Gelukkig is dat stereotype veranderd en houden moderne heksen hier nu ceremonies. Zij richten zich op het positieve, zoals verbinding met de natuur en gelijkheid tussen man en vrouw. Voor meer video's over krachtplekken in de regio en informatie over de tentoonstelling Helende Kracht, kijk op afrikamuseum.nl.